Weg naar de laatste bocht. We hebben nog maar 400 meter, 300 meter te gaan. En daar komt de aanval aan de buitenzijde van Hampshire F. Boko op Guilaine. Dat doet hij precies in het hart van de laatste bocht. En we zijn halverwege de laatste bocht. Aan de buitenzijde Hampshire F. Boko. Aan de binnenzijde daarnaast is het Guilaine. Gaat tussen deze twee. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Wie gaat het worden? Danny Brouwer of de Finse leerlingen? Op weg naar de streep is het aan de buitenzijde, de Finse. Twee starts in Nederland, twee winnaars. Hampshire F. Boko wint. Guilaine is tweede. Derde, Dundee Boko. Een prachtige zierdeken voor de winnaar Hampshire F. Boko. Twee keer winnen in korte tijd. Iets wat in een meer dan 20-tal starts daarvoor niet lukte. Lukt met deze dame wel. Sonja, congratulations. You did something impossible. Winning with Hampshire F. Boko. Thank you, well, but I don't think it's impossible. No, you proved it. Yeah, I proved it twice already, so. Well done. Bas would like you to stay, but you are a blacksmith here. Yeah. So you have to go back. We'll see. Oh, we'll see, Bas. Hoor je dat? Misschien blijft ze nog wel even een tijdje. Ja, Peter, bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik had dat ook een stukje op Facebook gezet. Björn Koep heeft twee keer met dit paard gereden. Bas zelf, John de Leeuw, Dennis Minema. Iedereen heeft met dit paard gereden. Niemand kon ermee winnen. En Sonja, die loopt haar tweede en derde koers in haar hele leven. En ze wint twee keer. Fantastisch. Prachtig. En lekker brutaal is ook. De Hoefsmid uit Finland. Die even liet zien dat het niet impossible was. En dan mag ze gaan genieten van de ereronde, dames en heren. Geef de Finse Hoefsmid een applaus met veel talent voor het rijden in de koers. Want nogmaals, als die hele grote jongens het niet lukt, dan is het tamelijk bijzonder. Peter is even gaan zitten in zijn stoel van de Vredemeubelen. We danken Drafiet Stables als geweldige sponsor van deze tiende en laatste koers. En alle andere sponsoren en vrijwilligers die bij hebben gedragen aan deze mooie dag hier in Eenrum. Ik hoop dat ik u allemaal voldoende de aandacht heeft gegeven. En dat u volgend jaar als sponsor weer terugkomt. Maar eerst aandacht en applaus voor geweldige winnaars. En natuurtalent Sonja Rietkeunen en Hampshire F. Boko. Er zit aardig wat tempo in de koers, maar er komt nog meer tempo aan. Want aan de buitenzijde is Beauty Charisma op weg naar voren. Guilaine aan de binnenkant, Beauty Charisma tweede. Derde aan de relingzijde, daarachter ligt Fleur Europort. Vierde aan de buitenkant, die ook in het tweede spoor, is Hampshire F. Boko met de Finse leerlingen. Daarachter gaat binnendoor naar voren Sean Dekker. Die pakt de binnenzijde met Lux Valentine. Buitenkant daarnaast Dundee Boko en laatste El Niña Freo. Galoppaden daarvan, Fleur Europort. Uitgeschakeld nummer 5, galop nummer 5. En is de mooie positie daardoor kwijtgeraakt. En zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune inkomen. En hebben straks nog twee volledige ronden te gaan. Leiding nog altijd in handen van Guilaine. Guilaine onder druk van Beauty Charisma. Daarachter aan de relingzijde Hampshire F. Boko. Die heeft het vrijgevallen plekje achter de koploper ingenomen. Dan Dundee Boko. Die gaat strak op de helm van Minema mee. Daarachter nog twee paarden. El Niña Freo in het tweede spoor. En aan de relingzijde daarachter Lux Valentine. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde weer opzoeken en een lengtevoorsprong voor Guilaine. Guilaine leidt Beauty Charisma op plaats 2. Derde daarachter Hampshire F. Boko, die loopt geen meter te veel. Dundee Boko daarachter trouwens ook niet in het tweede spoor. Daarachter El Niño Freo, die gaat nu naar het derde spoor en die gaat in de aanval. En daarachter nu laatste Lux Valentine. Gaat in 3 sporen op weg naar de volgende bocht. We hebben straks nog 1 ronde te gaan, maar de aanval aan de buitenzijde is wel degelijk ingezet. En zo gaan de deelnemers de bocht in. En de leiding is nog altijd voor Guilaine. Guilaine, de buitenkant daarnaast Beauty Charisma. 3 dik aan de buitenkant El Niña Freo. Aan de binnenkant heel makkelijk meegaand Hampshire F. Boko. Tweede spoor daarnaast Dundee Boko. En daarachter volgt de Lux Valentine. Paarden voor de laatste keer in de rechte lijn. Straks nog 1 ronde te gaan. En ze gaan nog altijd met Guilaine op kop. Guilaine, daarachter op plek 2 Beauty Charisma. Dan aan de binnenkant daarachter Hampshire F. Boko. Hampshire F. Boko moet hopen dat Beauty Charisma straks een gaatje laat vallen. En dat begint er nu al op te lijken. Beauty Charisma wordt wat moe aan de buitenzijde. En nu gaat het tempo vooraan ook nog omhoog. Voorste 2 paarden lopen weg bij de rest. En dat is aan de leiding Guilaine. Daarachter Hampshire F. Boko. Dan een groot gat. En binnendoor komt naar voren Lux Valentine. En de buitenzijde Dundee Boko. Weg naar de laatste bocht. We hebben nog maar
maar 400 meter, 300 meter te gaan. En daar komt de aanval aan de buitenzijde van Hampshire F. Boko op Guilaine. Dat doet hij precies in het hart van de laatste bocht. En we zijn halverwege de laatste bocht. Aan de buitenzijde Hampshire F. Boko. Aan de binnenzijde daarnaast is het Guilaine. Gaat tussen deze twee. Ze zijn in de laatste rechte lijn. Wie gaat het worden? Danny Brouwer of de Finse leerlingen? Op weg naar de streep is het aan de buitenzijde, de Finse. Twee starts in Nederland, twee winnaars. Hampshire F. Boko wint. Guilaine is tweede, derde Dundee Boko.